De explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is niet met opzet veroorzaakt. Dat zegt de politie na onderzoek. 27 januari stortten 3 portiekflats in na een explosie. 6 andere woningen raakten zwaar beschadigd. 1 gewonde ligt nog altijd in het ziekenhuis. We praten erover door met Rob Vlastuin in de Jan van der Heijdenstraat. Ja, Rob, geen opzet dus. Wat was het dan wel? Ja, er is uitgebreid onderzoek gedaan en dat er een gasexplosie is geweest, dat is wel duidelijk. Dat blijkt uit dat uitgebreide onderzoek, technisch onderzoek. En dat is eigenlijk ook al wat iedereen zei na de explosie. Wat de explosie heeft veroorzaakt, de gasexplosie, dat is nog onduidelijk. En dat wordt nog verder onderzocht en dat kan nog wel eventjes gaan duren. Dat is dus geen opzet geweest. We zeiden het al, 1 slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis. Weet je hoe het met hem gaat? Ja, dat is Charwin, de jonge man die hier echt uren onder het puin heeft gelegen. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Zijn ouders inmiddels zijn ontslagen uit het ziekenhuis, gelukkig. Worden nog wel verzorgd. Maar ja, de situatie van Charwin is toch wel zorgelijk. Het gaat gewoon niet heel erg goed met zijn benen. En ja, de hoop is natuurlijk wel dat dat beter gaat worden. Maar vooralsnog ziet het toch wel zorgelijk uit. En dan is er nog die enorme hoeveelheid puin geruimd in de Jan van der Heijdenstraat. Wat gebeurt daar nu mee? Ja, dat is vandaag. Er zijn in totaal 11 containers. En vandaag is begonnen met het onderzoeken van dat puin. Dat gebeurt door specialisten. En dat wordt dus grondig gedaan. En er wordt gekeken, zeg maar, naar emotionele, waardevolle spullen van de bewoners hier. Dat kan nog even duren. Ze hopen later deze week, donderdag, misschien vrijdag, dat zeg maar dat helemaal onderzocht is. En dan zullen de mensen, de bewoners, kunnen komen kijken om te zien wat er dus uit dat puin is opgevist. Ja, mensen die alles kwijt zijn, mogelijk toch nog iets terug. Dankjewel, Rob Vlastuin.